Welkom bij Vision, de eerste in een serie afleveringen over de toekomst van televisie, de toekomst van online video, het nieuwe kijken, hoe je wilt. En wat ik altijd al eens een keertje heb willen doen, ik ben een groot fan van Amerikaanse podcast, waar de presentator na een minuutje gaat zeggen van door wie het programma mogelijk wordt gemaakt. Eindelijk mag ik zeggen dat dit programma mogelijk wordt gemaakt door Streamzilla, specialist op het gebied van webcasting, online audio en video hosting. De meneer naast mij weet daar veel meer van. Die gaat dat straks vertellen. Streamzilla.com. Als je bij de beste toch van Nederland, Stef. Als je daar je dingen wil doen. Ja, met gemak. Eindelijk heb ik dit mogen doen. Ik ga het vaker doen, zoals je zult begrijpen. Want daardoor kunnen we dit soort programma's maken. Wat gaan we in die eerste aflevering van die serie doen? Dan houden we het een beetje breed. We kijken waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar gaan we naartoe en met wie gaan we dat doen? Ten eerste Stef van der Ziel. Stef is niet alleen van Streamzilla, maar hij is eigenlijk een van de pioniers op het gebied van online audio en video. Ik kan nog steeds moeilijk geloven dat jij in 1994 dat al deed, Stef. Ik herinner mij de eerste versies van Real Audio en video. Ik weet niet of dat in die tijd was. Nou, voor wie er niet bij was, dat klonk nergens naar. Daar gaan we het straks over hebben. William Valkenburg komt bij de publieke omroep vandaan. Het begint bijna bij de Wereldomroep. Bij de publieke omroep was je verantwoordelijk voor onder meer uitzending gemist. Natuurlijk een belangrijk fenomeen als het gaat over veranderend kijkgedrag. En straks zit op jouw plek Jeroen Doucet van, jij weet het... Station 10, Station 10. Wie kent het niet? We wisselen straks eventjes van stoelen, want in deze kleine studio kunnen we maar twee mensen hebben. We beginnen even persoonlijk, bij jou William. Als je kijkt naar je eigen video, bewegend beeld, consumptie, hoe is dat afgelopen 10 jaar veranderd? Hoe kijk jij nu, hoe krijg jij nu video tot je? Ik moet eerlijk bekennen dat ik de laatste maanden weer een beetje ouderwets naar televisie ga kijken. En het ook prettig vind om af en toe weer op de bank naar het grote scherm te kijken. Terwijl ik jarenlang echt een online tv-junk was die alles bijna via het beeldscherm van de computer bekeek. En wat denk je, is dat het begin van een nieuwe trend? Ik denk dat het een beetje aan het normaliseren gaat. Dus dat ik natuurlijk lange tijd ook professioneel daar zo mee bezig was dat ik alles wel wilde zien en volgen. En ook het gevoel had dat ik niks mocht missen natuurlijk. En dat ik tegenwoordig gewoon weer een beetje ook de menselijke maat in huis heb. En het daar gebruik waar het nuttig is en toevoegt. En daarnaast gewoon ook prettig vind om af en toe met medehuisgenoten gezamenlijk naar iets te kijken. Laten we dan een medehuisgenoot van je pakken. Een zoon van 14. Ja. Hoe doet hij het? Wat kijkt hij? Oh, die kijkt ontzettend veel. Ze doen heel veel met muziek natuurlijk en rappers, waar ze dan ook de clips bij zoeken. Kijken heel veel korte filmpjes online, plaatsen op Facebook. Hij heeft 3 computers, dus ik bedoel, ja, dat zegt er wel iets. Hij heeft ook een van de kastje aan zijn televisie hangen en via zijn PSP kan hij nog video bekijken. Dus dat zijn jongens die wel heel erg online zijn en veel met on-demand kijken doen. En veel minder naar het gewone scherm kijken. Stef, jij hebt een heel kleintje van 2. Is daar al iets te zeggen over het media? Ja, die iPad die is ingetrekt. Dus dat zijn spelletjes-apps die ze graag doet. En Zandkasteel en Sesamstraat kijken op uitzending gemist. Dat vindt ze echt geweldig. We kijken zelf bijna thuis nooit echt tv. Ja, Sesamstraat moet aan. Soms een keer een journaal. Daar houdt het ongeveer op. Maar nooit gedaan? Nee, ik kijk heel weinig tv. Maar des te meer films, series... En ik betrap me erop dat ik vaak met een telefoon en een iPad en een laptop op de bank zit terwijl de tv staat te loeien. Dat is mijn rustige consumptiegedrag. Ja, we hebben dit programma 3 hoofdgebieden waarover we praten. Over de techniek. Hè? Waar zitten de belemmeringen van de techniek als we met z'n allen bijvoorbeeld online gaan kijken? Het geld, de businessmodellen. Waar en hoe is er geld mee te verdienen? En de inhoud. William, even dat stuk, want ik vind jou toch de inhoudman. Mm-hmm. Als jij terugkijkt naar je periode bij de publieke omroep. Is maken veranderd door internet? Is de inhoud die wij te zien krijgen, is die anders geworden? Of is het simpelweg is het belangrijkste element ervan uitgesteld kijken? Ja, dat is zeker een heel belangrijk element erin geworden. Dus dat klopt. Ik vind het maken eigenlijk nog te weinig veranderd. Ik vind dat er nog veel te weinig eigenlijk door, dat je nieuwe vormen van televisie nog te weinig van de grond komen. Het is nog heel erg traditioneel maken en dan inderdaad een andere vorm van distributie, korter snijden, andere schermen, dat is allemaal prima. Of een activiteitenlaag eromheen, tweede scherm. Hè, dus het is allemaal een beetje er tegen aangeplakt. Het zijn extensies op de bestaande mogelijkheden van televisie. En er zijn maar weinig voorbeelden waar echt heel erg vanuit de nieuwe mogelijkheden wordt geredeneerd en Greenfield iets nieuws wordt neergezet.
Mooi voorbeeld vind ik dan bijvoorbeeld Nederland van Boven, een recent voorbeeld van de VPRO, waar dat dus wel gebeurt. Waar veel meer vanuit nieuwe mogelijkheden, ook nieuwe vormen van visualisatie worden gezocht, nieuwe vormen van beeldverhaal, verhaal in beeld vertellen. Ja, en daar hoop ik dat er in de komende jaren veel meer van gaat gebeuren. Maar als ik terugkijk, 15 jaar geleden hadden we wel die droom. Dachten we van, nou ja, dat on-demand, dat komt binnen 5 jaar wel van de grond. En daarna gaan we vooral interactieve storytelling, allerlei mooie nieuwe vormen van media meemaken. En eigenlijk zie je dat on-demand kijken, wat wij dachten dat in 5 jaar zou gebeuren, dat heeft er 15 jaar over gedaan en is nu misschien op het punt gekomen waar we dachten dat het zou... Toen zou moeten staan in die 5 jaar. Hey, en waarom zijn die vormen niet veranderd? Goeie vraag. Ik denk dat... televisie is natuurlijk wel een kwalitatief hoogstaand medium. Zeker in Nederland wordt het op heel hoog niveau gemaakt. En voordat je daar met web iets aan toevoegt of iets beters van maakt... dan moet je ook van goede huizen komen. Dus er zijn wel dingen geprobeerd en die zijn gewoon ook... die hebben het gewoon niet gered. Arbeidsintensiviteit, is dat ook een ding? Want ik ben zelf bij de VPRO van alles geprobeerd. Maar eigenlijk iedere keer kwam ik aan het eind tot de conclusie... ja, we hebben iets moois gemaakt. Maar dit kan er nooit uit als je dit systematisch wil gaan doen. Dat is één ding. En het andere is ook dat je niet moet onderschatten... in welke mate je gedragsverandering vraagt van je publiek. En daar zit echt een enorme factor die vertragend werkt. He, dus mensen gaan niet zo makkelijk een apparaat erbij pakken... om nog iets extra's te doen dan ze eigenlijk al deden. Daar waar het nu wel gebeurt het spontaan. Dat mensen gewoon via Twitter gaan meetwitteren met televisie. Dus daar waar het van onderaf vanuit de mensen zelf komt... daar kan het heel succesvol zijn. Mm-hmm. Maar waar het geregisseerd wordt en opgelegd wordt... ja, dan gaan mensen heel geleidelijk aan. Dus je zult als maker dan ook echt overtuigd moeten zijn van een concept... daar meer jaren in willen investeren en je nek uitsteken... om dan die verandering tot stand te brengen... en die verwachting bij je publiek te versterken. Ik vind wel een mooi voorbeeld... als je kijkt naar grote projecten als Top 2000 Series Request... die ooit eigenlijk vanuit de radio zijn ontstaan. Hè? Mm-hmm. En daar zag je dat streaming media en beeld erbij... een enorme toevoeging was. Dus die radiomensen omarmden dat. En maakten dat ook belangrijk. En hielden dat jaar na jaar vol. En je zag eigenlijk dat de successen van Top 2000 en 3FM Series Request... jaar na jaar groter werden. Toename. En dat steeds meer mensen daarop inhaakten. En dat vervolgens televisie erbij kwam. Ja. En mee ging doen. En dat was ook even schrikken natuurlijk van beide kanten. Maar uiteindelijk is dat steeds doorgegroeid. En je zag pas na 10 jaar als een eerste verzadigingspunt... dat een beetje begon te stabiliseren. Dus je hebt er echt een lange adem voor nodig... om hele nieuwe vormen van content neer te zetten. Zien jullie, Stef, want jullie werken wereldwijd... voor allerlei partijen die inhoud maken. Kun jij er wat van zeggen? Zie jij nieuwe vormen van inhoud ontstaan... dankzij die nieuwe mogelijkheden? Of is het meer van hetzelfde? Nou, kijk, als je vanuit de omroepperspectief kijkt... dan gaat het veel trager dan dat we ook verwacht hadden. Wij dachten, nou, dat is dat video on demand... dat gaat de wereld veroveren. En dat wordt dat live televisie, dat houdt op. Nou, dat hebben we heel mooi bedacht, maar dat was niks zo. Je ziet het wel kenter, hoor. Je ziet mensen wel weer veel meer... on-demand gaan kijken. Dat gebeurt nu wel. Maar goed, dat was 15 jaar geleden ook inderdaad dat we daar dachten. Toen dachten we nou in 2010, dan gaan we hoor. Nou, dat valt nog steeds mee. Wat we wel zien is dat mensen die niet vanuit de broadcastwereld komen, die toch een distributiebehoefte hebben. Nemen bedrijven die nooit op de televisie terecht konden komen. Die nooit toegang kregen tot omroepen of tot kabelnetten of dat soort zaken. Die ineens zeggen, hey, ik heb een communicatiebehoefte en ik kan nu ook video daarin gebruiken. Dat zien we wel. En die gingen eerst de fout in door volledige programma's van een uur te maken en dat op het web te gooien. Waardoor mensen na 3 minuten zeiden, ja, het is goed. Dus die gingen dat opknippen in korte stukjes. Daar leren ze ook weer van. Dus nu worden heel veel hapsnap dingetjes worden gemaakt. Er zijn wel bedrijven die doen echt live uitzendingen heel specifiek voor een bepaalde doelgroep. En dat werkt heel goed. Nee. Maar dat doen ze niet vanuit het idee, ik ben een omroep of ik moet er geld aan verdienen. Maar die hebben gewoon een communicatiebehoefte. En ik gooi alle VHS en DVD's de prullenbak in en die zeggen, nou, we gaan het online doen. Nou, een van de meest fascinerende dingen heb ik eigenlijk gevonden, is hoe die gamewereld bijvoorbeeld het livestreamen omarmde. Ja. Waar je thuis mee kan kijken naar iemand anders die op zijn gameconsole zit te spelen. En mensen dat massaal doen. Ja. Of gamers die video gebruikten. Eigenlijk als een soort van bewijs. Dat je kan laten zien van, als ik het opneem, kan ik laten zien dat ik dit level gehaald heb. Zeg maar. En anders kan ik er alleen maar over vertellen. Dat vind ik zelf de mooiste ding. En op dit moment natuurlijk meekijken in Amerika met stormen en met de live dingen. Hey, maar William, als je kijkt, hè, want jij kan als geen ander zeg maar de klassieke media, dus het kijkgedrag van mensen die televisie kijken en wat mensen online doen, kan jij vergelijken.
Ik zie vaak mensen die online leven, die denken dat we met z'n allen alleen maar on-demand aan het kijken zijn. Als Dexter komt, hebben we het allemaal al gezien. Kun jij eens schetsen wat de verhouding is tussen wat mensen doen, nog steeds gewoon televisie en anderszins? De exacte percentage, want ik zit niet meer in die dagelijkse cijfers. Die weet ik niet, maar laten we zeggen dat nu zo'n 5-10% online on-demand kijken aan de orde is. En ook wel steeds meer ook via andere devices en via andere apparaten. Toen wij begonnen was dat 0,01% becijferde ooit eens kijkcijfergoeroe Dick Wensink van de VARA. En dat vond ik een geweldige column, want die relativeerde heel erg. Hè, van ja, wij telden dan al die streams. Hij zei, nou, zoveel miljoen streamstarts. En hij ging dat uitzitten rekenen en hij zette het af tegen een kijkcijfer. Hij zei, dat is een kijkdichtheid van 0,01. En mijn commentaar was, nou, Dick overdrijft. Het is twee keer zoveel. Het is 0,02. Hè? Dus, maar als je het kleine niet hebt, ben je het grote niet meer, zeg ik altijd maar. Het was het begin van een ontwikkeling en het liet gewoon zien dat die totale, dat is met de invloed van die kijker, van die consument, in bredere zin op internet, maar in het geval van televisie, de invloed van de kijker, die wordt steeds groter. Alleen die kijker is zich daar nog helemaal niet van bewust. Die kijker laat zich nog steeds leiden door het dagritme en de behoefte zoals die gewend is altijd in te vullen. En hij moet gaan ontdekken dat hij eigenlijk veel meer via die on-demand manier van kijken en het zoeken naar relevante content, content kan vinden die veel meer bij zijn context en zijn situatie past. Ja. En een mooi voorbeeld is dan, ik heb jarenlang een consumentenprogramma gemaakt. Nou, dan maakten we elke week een zeer gevarieerd programma met heel uiteenlopende onderwerpen, want we moesten 1,5 miljoen kijkers vasthouden. En niet iedereen is in hetzelfde onderwerp geïnteresseerd. Dus snelle televisie, grote afwisseling van onderwerpen. Eigenlijk zie je dat met on-demand kijken, voor dat type content het veel aantrekkelijker is geworden om op het moment dat jij met net dat probleem zit, om dan in zo'n database dat ene onderwerp terug te kijken. En nou, ik denk dat die mechanismen steeds meer nu hun plek beginnen te vinden, dat mensen het ook steeds meer snappen hoe het werkt en dat het dus een aanvulling is op het bestaande kijken. Nou, en als je dan gaat kijken, wat is die 5-10% waard in termen van relevantie, beleving, impact, ja, dan is die vele malen groter dan heel veel procenten gewone kijktijd, waar je maar passief een programma over je heen laat komen, omdat het toevallig is. Ik ben het heel erg met je eens. Deze gedachtegang probeer ik ook altijd tegen televisiemakers te vertellen. Maar ja, die zeggen toch altijd aan het eind van de rit, ja, maar wij hebben lekker 500.000. Of, ja, heb je zelf ook niet het gevoel dat we geloven in deze redenering, maar hij komt aan de andere kant niet aan? Deels, maar het is allebei een beetje. Kijk, wat je ook ziet is dat die toegang tot media via internet met kleine filmpjes ertoe kan leiden dat mensen zonder te starten op het televisiepodium wel dat hoge podium kunnen bereiken. Dus dat ook televisie pikt steeds meer op van wat er in die online media gebeurt. Dus ja, het unieke van televisie blijft dat je dat enorme publiek in één keer aanspreekt, maar je ziet wel steeds meer vermenging met de invloed van internet, ook op het bepalen van wat komt er dan op televisie en waar gaat het over op televisie, die is steeds groter geworden. Dus onderschat dat niet. Dus wat moet, als ik zeg maar de twee voorbeelden bij jullie thuis aanhaal, dan zie je eigenlijk dat we met z'n allen steeds gevarieerder media tot ons aan het nemen zijn via steeds meer apparaten. Wat betekent dat voor mensen die inhoud maken? Nou, wordt het moeilijker dus? Ja, en dat ze zich veel bewuster moeten zijn. Niet alleen wie die kijker is, maar vooral binnen welke context die het programma bekijkt en tot zich neemt. En dat leidt dan tot. Kijk, de televisie heeft natuurlijk een aantal wetten over hoe dat werkt met tijdschema's, et cetera. En dat kennen we redelijk goed. Maar zodra je net even buiten die cirkel gaat en je gaat naar de kleinere schermen toe. Natuurlijk de grote trend van nu is veel meer kleinere schermen. Heel persoonlijk ingericht. Ja, zie maar dat je product ook daar bij die kijker aankomt en aansluit. Hey, waarom is het nog steeds zo slecht? Waarom word ik nog steeds zo slecht op maat bediend? Want je hebt het over persoonlijk, maar ik ervaar het mediaaanbod nergens als persoonlijk. Ik heb niet het gevoel dat de partijen waar ik kom, dat ze mij kennen. Ten eerste omdat ze geen geld meer verdienen, omdat wat ze doen werkt nog steeds. En ik denk, los van het feit dat al die schermen erbij komen, dat ze hun programma's erop moeten aanpassen, is er een ander probleem. Die markt die gaat echt open. Vroeger had je een aantal Nederlandse netten en dat was de Nederlandse markt. Ja. Maar wat je nu ziet, is dat de internationale markt ook net zo goed die Nederlandse markt op kan. Want je zit niet meer in een gevangen kabelomgeving. Ik bedoel, als morgen iemand een nieuwe televisiezender begint en daar een Nederlandse doelgroep weer mee wil benaderen, kan die dat. Ja. Dus dat is een enorme bedreiging voor de Nederlandse programmamakers en voor de Nederlandse omroepen. Met name voor de omroepen. Kijk, aan de andere kant is het ook een kans, juist voor programmamakers, maak dan iets wat buiten Nederland aanslaat. Ik bedoel, wij zijn maar zo'n marktje.
En voor een internationale grote partij is het natuurlijk makkelijk om zo'n markt binnen te stormen en dat over te nemen. Maar als je nou vanuit Nederland, en daar zijn we op zich goed in gepositioneerd, als we nou goede programma's maken die we buiten de grenzen kunnen neerzetten, dan krijg je ineens meer kansen. Maar dat hoef je niet meer te doen via de traditionele partijen. Nee, want je zou kunnen zeggen, ik nu ook, hè, ik vraag het eigenlijk van hoe verhoudt het gebruik zich bij een klassieke speler. Terwijl natuurlijk allerlei andere mensen zonder deze ballast, zonder die geschiedenis bezig zijn om dingen te doen. En dat YouTube eigenlijk een grotere concurrent is dan RTL4 als je bij het publiek komt. Nou, YouTube misschien niet, maar... Dat is ook een grappige misconceptie. Mensen kijken naar het internet van, oh, dat is wereldwijd. Hè? Maar ga nou eens naar youtube.co.uk en klik eens de most popular video's aan. En ga eens naar die van Duitsland of naar welk ander land. Geen enkele video is hetzelfde. Dus die content is toch heel erg lokaal. Die Duitsers snappen die Engelse humor niet. En het is Engels en het is Duits en het is Spaans. Dus de talen en de cultuur, dat sluit dan niet op elkaar aan. Dus het zijn wel hele kleine micromarkten, zeg maar. Die ook weinig overlap hebben. Ik bedoel, wij zien, als wij een Italiaanse klant aansluiten op ons hostingplatform, dan zetten ze Italiaanse video's erop. En ook al zijn dat video's waar ze recht over hebben om dat buiten Italië uit te zenden, 99% van het verkeer gaat hup terug naar Italië. Ja. Dat blijft daar binnen. Ja. Maar goed, ik bedoel eigenlijk meer, daar kunnen we straks nog eventjes verder over hebben. Maar kijk naar een festival waar ik zelf veel mee te maken heb gehad, het Lowlands Festival. YouTube streamt dat nu. Ga naar sportevents kijken, et cetera. Dus ik denk zelf op dat niveau, als YouTube die zelf inhoud gaat genereren, dat zij een belangrijke concurrent zijn. We gaan over het volgende onderwerp, maar dat wil ik even doen met een klassieker die ik zelf altijd gebruik bij de presentaties die ik geef. Prachtig fragment uit het jaaroverzicht van 1996. Joop van Zijl legt uit dat internet een blijvertje is. Zo. We zijn bijna aan het einde van het jaaroverzicht van het NOS-journaal. Als u het nog een keer wilt zien, dan kan dat op internet. Zet uw pc aan, start uw webbrowser. Als u online bent met uw provider, typt u http://www.omroep.nl/NOS. Hebt u dat? U klikt de muis op de site van het jaaroverzicht waar u kunt netsurfen naar alle onderwerpen. Als dit geheimtaal voor u is, dan bent u waarschijnlijk een digibeet. En dat is iemand die niet meekomt op de digitale snelweg. Nu al hebben meer mensen een pc dan een magnetron. En steeds meer mensen weten wel de weg in cyberspace. En of we het leuk vinden of niet, dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is. Als speeltje, maar meer en meer ook als serieuze en onuitputtelijke bron van informatie. En dat zal grote gevolgen hebben voor de maatschappij, voor de economie, voor de communicatie tussen wereldburgers. Ja. Ik blijf het een fascinerend filmpje vinden. Ik heb een dochter, die is in dat jaar geboren. In die tijd, vertelde ik jullie net, had ik nog geen mobiele telefoon. Ik moest een semafoon huren, zodat ik opgepiept kon worden als de bevalling zou beginnen. En diezelfde dochter is nu de hele dag online met haar mobieltje. In 16 jaar is dat gebeurd. Dit is weer typisch zo'n voorbeeld. Aan de ene kant gaan dingen langzamer dan we denken. En tegelijkertijd, als je terugkijkt, is het supersnel. Ja, maar dat profetische woorden ook alweer. Ja, klopt. Ja. Het klopt allemaal. Ja. Ik heb het ook gedaan omdat jij twee jaar daarvoor was jij al begonnen met streamen. Ja. Nogmaals, ik weet niet hoe je het deed en wie je ontving. Want als je op jouw site kijkt, dan staat er self-made man, niet opgeleid, allemaal uit interesse gedaan. Mm-hmm. Wat dacht jij toen jij met dat streamen begon? Wilde je die onafhankelijkheid en wilde je zelf iets kunnen uitzenden waar je niet mee terecht kon bij andere partijen? Wat was dat je idee? Dat was niet zo visionair als dat lijkt. Maar het idee was, van ik werkte in het popcentrum en we filmden al die concerten. En we zetten daar fragmenten van online. En dat was gewoon vooruitstrevend, dat vonden we leuk. We wilden gewoon de grenzen verkennen van wat kun je nou met dat medium. Dus we begonnen eerst met het bouwen van een website. En de meeste websites die waren tekst. Echt alleen met tekst. Wij zeiden, nou dan gaan we het opmaken. Dan moet het er grafisch mooi uitzien. En laten we dan foto's van concerten erop zetten. Zodat mensen een beeld krijgen van wat dat dan is. En we hopen dat ze een keer langskomen. En vervolgens gingen we daar korte videofragmentjes neerzetten. Nou, dat duurde een uur om te uploaden en een uur om te downloaden. Dus dat had niet heel veel zin. Maar toen zei ik, nou dan gaan we het ook live doen. En iedereen zei, je bent gek. Ja, nou, dan ga ik het juist proberen. Dat is de uitdaging. En het was een metalconcert. En we hadden geen geluid, dat konden we niet. We hadden alleen beeld, misschien maar beter ook.
En we hadden 4 kijkers, dat was het ook. En ik had via IRC, had je wereldwijd had je contact. Dus ik zei, nou, je kan nu hier op die site kijken. Dan zie je live beelden. En die mensen zeiden, dat is onmogelijk. Nou, dat was dus wel zo. Het techniekje was eigenlijk een trucje om die Netscape-browser voor de gek te houden. We gaven een plaatje door. Dat was gewoon een frame van een live videosignaal. En dat vervingen we steeds door een ander plaatje. Streaming JPEG. Ja, server push JPEG heette dat. Ah, ja. En je hoeft er niet de pagina te verversen, maar het plaatje werd verversen. Ja, ken maar. Nou, webcammetjes gebruiken het nog steeds. Ja. Ik had er een patent op moeten aanvragen. Ja. Oh. Nee, maar goed, dat was dus 94. En ik vertel wel eens aan mensen dat een van de eerste partijen waar de software waar het mee kon was van Real Audio, heette dat toen in eerste instantie nog. In eerste instantie was het geluid eigenlijk ook zo slecht dat ik bij Pinkpop heb besloten om het niet te doen, want ik vond dat kon je die bands niet aandoen eigenlijk. Ja. Inmiddels zijn we daar ver voorbij. Ja. Belangrijke vraag is, als het over die techniek gaat en we gaan met z'n allen die video's bekijken, dan hoor je altijd dat verhaal van het internet is helemaal niet geschikt om met z'n allen video, audio, et cetera te gaan kijken. Is dat zo, Stef? Want toch, tegelijkertijd kan er ook steeds meer. Het verhaal dat YouTube 8 miljoen concurrent viewers had. Misschien dat ze het niet allemaal goed hebben kunnen bekijken, maar toch vrij veel wel volgens mij. Is toch eigenlijk bijna weer een voorbeeld van het tegenovergestelde. Ja. Kan het internet het aan? Ja en nee. Kijk, op internet kun je op hogere kwaliteit video kijken dan dat je op tv kan kijken. Als je wil kun je 4K video kun je uitzenden, super HD kwaliteit. Het probleem is, als iedereen tegelijk gaat kijken. Dat is één schaalbaarheidsprobleem. En de andere is de garantie dat je goed kan kijken. Die is er ook niet. Dus aan de ene kant is heel veel mogelijk. Er is technisch veel meer mogelijk dan op televisie. Maar de betrouwbaarheid en de schaalgrootte, daar lopen we echt hard tegenaan. Dus in Nederland, ik denk dat je 150.000 kijkers op internet, dan houdt het echt op. Ja. Ja? Dat is echt wel de grens. Ja, en dat heeft te maken met, het internet is nooit gebouwd voor dat soort schaal. Maar lange tijd was het zo, moesten we tegen een probleem aanlopen. En dan was er altijd wel weer iemand die een slimme oplossing vond. Of daardoor is er betere compressietechniek gekomen. Hè, zodat er meer informatie door dezelfde bandbreedte kan. Ja. Zijn er ideeën gekomen van als we nu eens dat signaal eerst naar één plek brengen. En dan weer verspreiden via de verschillende plekken. Ja. Of peer-to-peer hebben ze ook geprobeerd. Ja, maar is er niet nu een nieuw moment? Zit er niet een nieuwe oplossing aan te komen? Nee. Ben ik te optimistisch als ik denk dat ieder probleem wordt wel opgelost? Nou kijk, ten eerste, het probleem met livestreamen is dat iedereen ook echt tegelijk kijkt. En het is geen broadcasting wat je doet. Je stuurt niet één signaal eruit en iedereen kan erop inprikken. Was dat maar zo. Maar iedereen moet echt zijn aparte signaal krijgen. En hoe je het of probeert, of je dat nou met slimme peer-to-peer oplossingen doet, wat het helemaal niet werkt, of met multicasting, wat niet kan, of met CDN's, wat het ten dele realiseert. CDN's zijn? Content Delivery Networks. Dan heb je een gedistribueerd platform met servers overal in het land of in landen staan om dat weg te kunnen zetten. Ja, daar kom je wel een eind verder mee. Maar het onderliggende probleem is, voor elke kijker moet je een apart signaal aanbieden. En dat vergt gewoon ontzettende schaalbaarheidsproblemen. Maar ook voor video on demand zien we dat zoveel mensen video on demand tegelijk gaan kijken. En dan is het niet hetzelfde bestandje, maar op andere tijden en andere bestanden. Dat ook die netwerken overbelast. En het probleem zit hem niet zozeer in dat het technisch allemaal kan. Je kan natuurlijk gewoon kilometers glasvezel er tegenaan gooien. Maar wie betaalt dat? Dat is het punt. Wie gaat dat betalen? En ook al zou je het allemaal betalen, dan heb je het nog steeds over het internet. En het internet is gewoon een wolkje. En dan gooi je een video in en dat komt er aan de andere kant uit. Hoop je. Je hebt er geen controle over dat hele pad er naartoe. Dat pad niet. Kijk, een UPC of een Ziggo of een KPN, die kunnen op een managed netwerk helemaal garanderen dat die video vanaf die harde schijf, door die server, door dat netwerk bij die consument aankomt. Dat is helemaal een gesloten keten. Je weet gewoon 100%, of in ieder geval 93 is achter de comma, dat is broadcast grade noemen ze dat. Dus 93 is achter de comma uptime. Dus 99,999% kans dat die video doet, dat de kwaliteit er ook is en dat er geen storingen optreden. Dat kan niet over het internet. Nee. Dat dus, en wat nu? Geen internet meer gebruiken. Ja, nee, dat is waar. We stoppen deze uitzending hierbij. Dat was een mooi afscheid van online video. Want mobiel is dat probleem nog groter. Hè? Vreselijk. Mensen gaan dat ook op diezelfde manier gebruiken. Ja. Want je bent nu helemaal gewend dat je video overal kan zien. Klopt. Is een veel groter probleem. Mobiel is echt een heel groot probleem. Kijk, de mobiele netwerken die zijn nooit gebouwd voor video. En ook al hebben ze het verkocht als mobiel breedband, dat is natuurlijk ontzettend bullshit. Dat is gewoon niet zo. Die capaciteit op die netwerk is zo beperkt. Daar kun je niet met z'n allen tegelijk video van kijken. Ik was een keer hier in Amsterdam. Moest ik een toespraak houden. Had ik maar 5 minuten. Toen ben ik het podium opgerend. Toen zei ik, wie heeft hier een smartphone? Nou, die hele zaal zat vol. 200 man.
Ik zei, nou pak allemaal die telefoon en open YouTube. En speel gewoon het eerste filmpje af wat je kan vinden. Dus een stuk of 20 man die deden dat. En het hele mobiele netwerk in Amsterdam donderde gewoon in elkaar. 20 man. Dat is het. Is dat nog zo? Ja. Ja. Of dat nou LTE wordt of zo, dat maakt niet uit. Maar goed, wie betaalt het? Dus jij zegt eigenlijk, hè, of ik als consument moet uiteindelijk fix wel meer gaan betalen? Ja. Ja, ik vind dat best. Ik vind dat best. Ja, ik hou een goedkoop abonnementje vast, maar dat is waarschijnlijk het probleem, zal jij zeggen. Ja, ik ga het abonnement van T-Mobile, onbeperkt internet voor 30 euro, ja, met bellen, et cetera, nooit meer opzeggen. Ja, wij hebben het voordeel, wij werken zowel voor die omroepen als voor die telecompartijen. Dus het probleem zit hem in die waardeketen. Die omroepen willen heel graag via het internet kunnen uitzenden. Maar het kost klauwen met geld. Dus dat geld hebben ze niet, omdat de consument nog het moeilijk vindt om daarvoor te gaan betalen. En waarom vindt de consument het moeilijk om ervoor te betalen? Omdat die video's het niet altijd goed doen en niet betrouwbaar zijn. En die telecomproviders die worden geconfronteerd met het probleem dat er steeds meer geconsumeerd wordt. Dus de kosten voor datatransmissie gaan omhoog. Maar die consument blijft hetzelfde betalen. Dus linksom of rechtsom moet er meer betaald gaan worden door iemand. Of de kosten moeten omlaag. Nou, en wat wij proberen. Jij zegt van niet, hè? Nou, nee, ik herken zijn verhaal heel erg. Want dat is precies wat wij natuurlijk meemaken toen we bij de publieke omroep begonnen met streaming. Ja. Wij konden wel die content op hoge kwaliteit aanleveren. Maar om het dan vervolgens door al die netwerken heen te krijgen. In die tijd had je nog tussenhandelaren. Die dan bij elk poortje weer een hand ophielden voor betaling. Dus je had tussenhandelaren die eerst geld van ons vingen. En dan weer van de providers die het aan de andere kant uitspuugden. Ja. We hebben dat op een gegeven moment ertussenuit weten te halen. Ja. Dat scheelde al. Maar er zit natuurlijk nog iets anders. Kijk, die publieke omroep had in die tijd zeker. Was helemaal niet berekend op dat we ook iets op internet moesten doen. Er was helemaal geen geld voor om dat allemaal in te gaan richten. Die providers die verkochten wel hun abonnementen met grote beloften. Hè, van nou, dan heb je zoveel mbit verbinding. Mm-hmm. Nou, dat bleek dan 40 keer versneden te zijn. Precies. En verdund met heel veel. Dus ja, die beloofden kwaliteit aan die eindgebruiker. En toen hebben wij tegen de providers gezegd, kom het maar halen. Ik bedoel, jullie hebben controle over dat netwerk tot aan de klant. Kom het maar ophalen en dan kunnen jullie het goed afleveren. Ja. Nou, dat was een hele strijd, is uiteindelijk goed gegaan. Wat wij dus zagen op momenten dat bijvoorbeeld de NOS, die voor ons als een soort stormram fungeerde. Hè, als er weer Tour de France, Olympische Spelen, wereldkampioenschap. Grote events waren altijd. Dan probeerden we zoveel mogelijk al die streamingcapaciteit op een berg te gooien. Dan deed Stef mee, net iedereen deed mee om er echt een groot feestje van te maken. Nou, dan wisten we die 100.000 man te bereiken. Of 110, 120. Nou, ik hoor nu 150. We gaan steeds een stapje verder. 150 komen er. Dat is tegelijk. Ja, prachtig. Maar wat gebeurde er dan? Dat op het hoogtepunt van die streaming, als al die lijnen volliepen, dan ging bij mij de telefoon en dan had ik een provider of een bedrijf die, bij wie het betalingsverkeer vast begon te lopen omdat ze dat over internet routeerden. Of internetproviders die helemaal vastliepen omdat al die klanten wilden die streams bekijken, maar die konden nooit in hun eigen netwerk al die bandbreedte gaan. Dus je ziet in die keten allerlei zwakke punten zitten. En nou ja, bekend gezegd is, de zwakste schakel bepaalt het succes van het geheel. En dat is in dit geval echt aan de orde. Maar goed, ik hoorde jou zeggen, mensen kunnen dat op de site ongetwijfeld allemaal terugvinden. Jij hebt een oplossing ervoor, dat hoorde ik je. Daar ging je net vertellen. Ja. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Want ik hoor jullie beide zeggen, het internet is er niet voor gemaakt. Maar welke kant gaat het dan op? Als internet video niet kan groeien. Ja, ik blijf een positief denkend mens, maar ik ben geen techneut. Dus ik word niet gehinderd door zoveel kennis dat ik denk dat kan allemaal niet. Ik denk gewoon, als ik kijk naar de afgelopen 15 jaar, die streams zijn beter geworden en veel compacter. De bandbreedte neemt alleen maar toe. Je ziet dat netwerken heel snel nu worden geüpgraded richting glasvezel als het om het vaste netwerk gaat. En 4G richting, hè, dus mobiel. Ik denk dat dit gewoon doorgaat en doorgroeit. En de knelpunten zitten vooral op piekmomenten. Dus als iedereen iets tegelijk wil. Nou, daar moet je dan slim en handig mee omgaan om dat af te vangen. En daar hebben wij ook wel de nodige problemen mee gehad natuurlijk bij de NPO. En dan ook zoeken naar, oké, hoe pakken we dat zo tactisch aan? En gebruiken we misschien ook andere vormen van distributie daarnaast om die lood wat te verspreiden? Dus waar ik in geloof is dat je de komende tijd in de breedte, hè, op allerlei verschillende netwerken en distributiemogelijkheden inzet. Om op die manier ook ervoor te zorgen dat niet iedereen dat ene lijntje pakt en daardoor de boel vast laat lopen. En ondertussen denk ik gaan we steeds zo meer naar die digitale dienstverlening toe dat alles naar hoogwaardige netwerken gaat. En ik heb wel vertrouwen dat die techniek het oplost. Ja, ik ben ook positief. Ik bedoel, elk jaar verdubbelt videoconsumptie. Dat is op internet. Hè? Dus dat is alleen maar positief. Dat gaat knallen. En op mobiel gaat het nog harder dan verdubbelen.
Als je kijkt naar consumptieminuten, hoeveel mensen online al video consumeren ten opzichte van televisie, dat is extreem aan het groeien. Dat is alleen maar heel mooi. Alleen wat ik zeg, het probleem zit in die waardeketen. Het gaat om dat je zowel een partij tussen die keten uitdrukt. Dat zijn we ook internationaal aan het doen. In Nederland zijn we nogal verwend. Onze verbindingen zijn super. Als ik in het buitenland ben, mobiel, drama. Ja. Ik hunker altijd terug naar Nederland, want het werkt gewoon fantastisch. Waar je ook bent in het buitenland, het is gewoon zo slecht. Ik was in Silicon Valley 2 weken geleden. Nou, het is om te huilen. Je krijgt 4G, het is trager dan GPRS. Het werkt gewoon niet goed. En breedbandverbinding in al die andere landen is ook gewoon een groot probleem. Dus wat wij proberen voor elkaar te krijgen is dat we dus eigenlijk dat hele internet er zo'n beetje tussen uitdrukken. Dus we bypassen dat internet tegenwoordig. Dus die providers die worden zeg maar een delivery partij. Als omroep zeggen, hier is mijn hoge kwaliteit content. Lever het maar af. Geef me direct maar in die eindnetwerken. Lever mij maar een SLA met quality of service, alles erop en eraan. Zodat je dat ook aan die consument kan leveren. Ja. En tegelijkertijd zorg dat je je netwerk zo efficiënt mogelijk inricht dat je je kosten omlaag brengt. Dat is belangrijk voor die telecom providers. Ja. Nou, in de landen waar we dat nu doen, daar zien we die kentering ontstaan. En dat is geen revolutie, dat is evolutie. Ja, dat gaat stap voor stap. Maar we zien dus dat daar die partijen die nog in die keten ertussen zitten, want in Nederland hebben we dat niet meer, maar in al die andere zitten nog honderden partijen tussen. Die worden er allemaal tussen uitgegooid. En vervolgens gaan eindelijk eens een keer die omroepen met die telecom providers om tafel zitten en zeggen, nou, zullen we eens een keer zaken gaan doen? Ja. En daar willen ze hebben. Ja. Want dan bouw je die keten op. Goed, we gaan zo direct met Jeroen Doucet verder praten. Ook over geld, verdienmodellen, et cetera. Dan komen deze onderwerpen aan de orde. William, ontzettend bedankt. Jij moet dan eventjes het veld ruimen. Volgens mij moet je dan wel goed opletten dat je niet wegloopt met je microfoontje om. Nee, die ga ik af. Dus die moet je afdoen. Komt goed. Voordat we met Jeroen gaan praten, laten we even het filmpje zien. Een filmpje dat laat zien of wij al die reclames wel bekijken die worden uitgezonden. Ja, dat is interessant. Dat is voordat we bij een uitzending zijn en niet luisteren. Dat moet je wel. Volgende keer in de studio. Goedenavond, welkom bij de Voice Kids. De coaches proberen die ene unieke stem aan te vinden en uiteraard de Nederlanders af te proeven. Ze weten namelijk hoe inspirerend het is om in een pril stadium met jong talent aan de slag te gaan. Het is de vierde auditiedag hier in Studio Alsmeer en het lijstje met rasartiesten in de top groeit gestaag. Blijf kijken. De Voice Kids wordt mede mogelijk gemaakt door Haribo. Er zijn zoveel redenen voor een bedankje. Ze kunnen onopvallend zijn. Of belangrijk. Soms wil je voor vandaag bedanken. Gisteren. Of morgen. Om welke reden het ook gaat. Bedankt is meer dan alleen een woord. Want dank je betekent. Filmpje, eventjes nog de juiste credits geven. Is van studenten van de studentencommunicatie management aan de Hogeschool Utrecht. Ik ben wel benieuwd, want deze opnames komen later ook op YouTube. Ik weet niet of de fingerprint van Joop van Zijl bij YouTube bekend is. Want dan gaan wij zien dat we deze uitzending straks niet online mogen hebben. En dat zou voor dit filmpje ook kunnen gelden. Jeroen Doucet, welkom. Station 10 is het bedrijf van jou. Ja. Jij bent mediastrateeg. Met jou praten we over de mogelijkheden en onmogelijkheden als het over online audio en video gaat en geld verdienen. Ja. Of in ieder geval zorgen dat waar de kosten gemaakt worden, dat er ook daarvoor betaald wordt. Als jij er naar kijkt, simpele vraag, als het over online video gaat, waar zit het geld? Het geld zit vooral bij de adverteerders. Oude modellen blijven werken? Ja, en de consument moet ook betalen voor de video. En dat deden ze natuurlijk al, want ze kochten al dvd's, maar nu nemen ze abonnementen op. Video-on-demand-diensten of dat soort dingen. Maar dat zit bij de adverteerders, zeg jij. En op jouw aanraden heb ik het filmpje waar we net naar gekeken hebben ingestart. En dat filmpje zegt eigenlijk, adverteerders, je hebt niet zoveel aan de uitgaven van dat geld. Dat klopt. Adverteerders wisten dit natuurlijk al. Hè? Over het leven riep het 10 jaar geleden al. Ze zeiden van, ja, ik weet dat 50% van mijn mediabestedingen zijn weggegooid geld. Alleen ik weet niet welke 50%. En dat is...
Dat speelt hier natuurlijk ook. Wat je wel ziet is dat op dit moment... dat dit soort inzichten nu beginnen door te dringen. Dus er zijn panels zoals Media Efficiency Panel... wat feitelijk simultaan mediagedrag meet. Die meet dat de mensen tegelijkertijd op hun mobiele telefoon... en hun televisie zitten en dat ook in één huishouden. Die maken het nu inzichtelijk... En bovendien is het natuurlijk zo dat er eigenlijk geen alternatief was. Want adverteerders willen het liefst gewoon bereik kopen in grote klonten. Zodat ze met 2 of 3 zenders klaar zijn. En niet zitten klooien met allemaal kleine kanaaltjes en dingetjes en piemelen. En kijken of het wel bereik oplevert. En de reden dat adverteerders nog steeds op naar televisie gaan. Is dat dat bereik nog steeds in grote klonten zegt te leveren. Omdat dit weglopen van die kijkers. Dat zie je eigenlijk niet terug in de statistiek. Sterker nog, het schijnt dat de afgelopen jaren het zappen is afgenomen. Omdat mensen niet meer zappen met de afstandsbediening... maar gaan zitten zappen dat ze naar hun tweede scherm gaan zitten kijken. Het is dus nog diffuser eigenlijk geworden wat mensen doen. Het lijkt alsof ze zappen nu niet. Het probleem is dat de meetinstrumenten laten niet zien wat mensen echt doen. En de meetinstrumenten, de currency, is nog steeds waarop er wordt afgerekend. En daarom houden we dus met z'n allen dit systeem van adverteren en inkomsten in stand. Ja, dit is een belangrijke stroom zit nog steeds op televisie. Is daar een ontwikkeling te zien? Want hoe lang horen we al niet dat reclamegelden bijvoorbeeld... naar online gaan? Nou, dat is interessant. We zitten op dat moment nu echt in een kantelpunt. Het is natuurlijk de afgelopen jaren economisch hartstikke goed gegaan. Tot voor kort, zeg maar. En dat betekent dat iedereen dat eigenlijk niet zo heel erg kritisch werd gekeken naar die besteding. En je ziet nu voor het eerst, en volgens mij het Spot had vorige week gerapporteerd, dat er een significante terugval is in de reclamebestedingen. Dat is de ene tendens die je ziet. Dus er komt nu gewoon minder geld uit het systeem in. Want televisie was tot nu toe altijd uitverkocht. Dus er was ook eigenlijk weinig noodzaak voor de zenders om daarin die dingen anders te gaan doen. Bovendien lieten de meetinstrumenten niet zien dat er die verdunning van de aandacht plaatsvond. En bovendien was er geen alternatief. Maar wat dat betreft vond ik ook de actie van Red Bull erg inzichtelijk. Het is hen gelukt om zelf content te maken en daarmee significant bereik te realiseren. En je ziet dat is wat grote adverteerders op dit moment doen. Die beginnen steeds meer hun eigen media te creëren en die via gratis of betaalde distributienetwerken naar het publiek te duwen. Gaan we al betalen voor inhoud? Jij betaalt al lang voor inhoud. Van het geld wat jij betaalt aan UPC gaat voor het tv-gedeelte gaat een kwart tot de helft, hangt een beetje vanaf hoe je definieert, naar de aanbieders van de content. En dat is een van de redenen waarom dat systeem ook zo sterk is. Er zijn hele slimme financiële afhankelijkheden tussen distributeurs en zenders die ervoor zorgen dat eigenlijk niemand er belang bij heeft om dit kaarthuis van elkaar te laten donderen. Want zo zie jij het wel, als een kaarthuis. En ik zie het. Ik zie vooral het reclamemodel op dit moment echt wel als een. Ik zeg wel eens de kleren van de keizer. En dat is wel. We praten nog steeds met elkaar alsof er volledig wordt gekeken naar naar alle zendtijd. En dat is natuurlijk niet zo. Dat zie je op die filmpjes. Daarom vind ik dit ook zo'n goed filmpje. Dat zou nou eindelijk eens moeten worden verdisconteerd in de tarief. En het zou best kunnen zijn dat dat de komende tijd gaat gebeuren. Ja, en goed, je hebt gelijk, hè, bij UPC betaal je natuurlijk. Maar betaal de online inhoud, betalen voor pay-per-views of subscription modellen, zie je dat toenemen? Ja, dat neemt langzaam toe. De inkomsten, vooral als je naar de VS kijkt, zie je dat daar de inkomsten van de cable channels sterk toenemen. En ik denk dat dat hier ook gaat gebeuren. Ook wat dat betreft is het ook een teken aan de wand natuurlijk dat HBO nu naar Nederland is gekomen. Dat vind ik echt wel een heel belangrijk signaal over wat ik denk wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus de producent wordt dan zijn eigen kanaal? Die hele keten schuift gewoon in elkaar. Wat we natuurlijk op internet hebben, wat we met in de muziekindustrie zien, wat we in de boeken zien. Je ziet dat die keten in elkaar schuift. En voor HBO is de keuze dan dus simpel. Die zeggen voorwaarts integreren. Hoppakee, we hebben de zenders niet meer nodig. We werken direct met de distributeurs. En straks hebben we de distributeurs niet meer nodig. Want dan gooi je het gewoon op internet. Mm-hmm. En dat is de beweging die gaat gebeuren de komende jaren. Stef, ik zei net van zes, zie je ook de betaalde inhoud, of nou pay-per-view of subscription model is. Zag ik jou knikken? Zie jij voorbeelden uit jullie praktijk dat daar wel successen te halen zijn? Nou, kijk, onze contentklanten, zeg maar, die hebben 3 modellen. Eén is, ze hebben een marketingbudget en ze hebben een communicatiebehoefte en dan financieren ze dit uit. En dan heb je het over enterprises die gewoon online hun video distribueren. Dan heb je de andere partij die zegt, ik ben een publisher.
En ik zoek content en ik probeer daar adverteerders bij te zoeken. Nou, dat gaat best goed. Er zijn genoeg uitgeverijen, nieuwswebsites die op die manier geld verdienen. En de derde partij is de moeilijkste. Dat is gewoon zeggen, ik heb mooie exclusieve content, daar ga ik geld voor vragen. Nou, we hebben in het verleden heel veel van dat soort bedrijven als start-up langs gehad. En die hebben dat 1 of 2 jaar geprobeerd en dat is onderuit gegaan. Of ze hebben een ander model gezocht. Maar we zien nu toch wel dat een aantal het hoofd boven water beginnen te houden en geld gaan verdienen met videoverhuur op internet. Ofwel met de ouderwetse themakanalen, maar dan bijvoorbeeld, we hebben net een vrouwenzender in Italië gelanceerd met die club. Ja, dat was record. Die verdubbelde hun dataverkeer in een maand tijd. Het gaat echt om petabyte aan dataverkeer. Het ging over geld verdienen, hè? Het ging niet over meer data verbruiken. Nee, maar dus ze zouden dat niet doen als ze er geen geld meer zouden verdienen. En ze zien dus dat ze daar langzaamaan geld mee beginnen te verdienen. En dat is een positief signaal. Alleen, ik denk dat ze dus tegen dat harde plafond aangelopen. Op het moment dat consumenten 1 of 2 keer een video verhuren. Vaak beginnen consumenten, die nemen niet voor 100 euro in de maand een abonnement af voor zo'n dienst. Die zeggen, nou, ik wil eerst eens een keer een filmpje huren, kijken hoe het gaat. En als het dan 2, 3 keer fout gaat, dan lopen ze weer weg. En dat is het risico. Ja. En Jeroen, jij werkt voor veel mediapartijen die al een tijdje mee... meelopen. Wat ik daar zie gebeuren, hè, bijvoorbeeld in de wereld van de tijdschriften, et cetera. Dat zijn professionals die gewend zijn om mooie producten te maken. Op het moment dat die video willen gaan maken, willen ze eigenlijk zeg maar de vergelijkbare versie van die mooie producten maken. Ja. Die inhoud is altijd te duur. Ja. Hoe zouden die partijen wel met video om moeten gaan? Nou, ik denk dat een van de grote, in algemene zin, een van de grote problemen van de media is de obsessie met de kwaliteit. Ik denk dat het kwaliteitsbesef dat door de makers dat veel belangrijker wordt ingeschat dan het voor de eindgebruikers feitelijk is. En dat zie je bij, wat dat betreft, de goede discussies die wij jaren geleden hadden met printuitgevers over nu.nl. Daar werd smalend over gedaan. Ja, dat is toch geen nieuwssite. Dat is een beetje persberichten doorplaatsen. En die perceptie van kwaliteit, die zit hen vaak in de weg om dingen slim en lean en mean te doen. Dat zie je ook hoe jullie dit hier produceren. Je kan een heel aantrekkelijk en kijkbaar programma maken zonder daar meteen 5.000 of 10.000 euro per uur tegenaan te gooien. En dat is natuurlijk, dus ze moeten daar op die manier over gaan nadenken, maar dat roept dan ook eigenlijk meteen vragen op over de organisatiegraad. En ik denk dat je toe gaat naar veel meer een bloggersmodel, een veel meer gefragmenteerd landschap, waar een beetje Perez Hilton-achtig iemand, kijk, Perez Hilton verdient een hele goede boterham aan zijn site. Ja. Hij zet schat ongeveer 1 of 2 miljoen per jaar om. Daar kan je prima een leuk blog van draaien. Alleen dan moet je niet met 20 of 30 maar redactie doen. Nee. En dat is waar het met video ook ten dele naartoe gaat. Hoewel je natuurlijk bij de hoge productiewaarde video ook wel het probleem blijft houden dat het echt maken van, laat ik zeggen, mooie, aantrekkelijke featurefilms, ja, is gewoon hartstikke duur. En die sector gaat dus internationaliseren. En daarin gaan we in Nederland steeds meer media importeren. Dat doen we eigenlijk al. Ja. Maar zeg jij dus eigenlijk ook, dus stel dat NRC Handelsblad bij jou langskomt, of misschien komen die wel bij je langs, zouden die beter 100 gespecialiseerde blogs kunnen gaan maken dan die 200 mensen daar hebben rondlopen? Ja, ik denk het wel. En ik denk sowieso dat het verstandig is om daarin in ieder geval het deel van het risico af te wentelen, ook op de makers. Want dat is natuurlijk het traditionele uitgeefmodel, is feitelijk dat je koopt iets in en dat bundel je en dan verkoop je het weer door. Hè? En dus zo'n soort van babushka poppetjes van steeds kleinere onderdeeltjes. Maar het risico wordt telkens ook bij elke transactie overgenomen. En wat je natuurlijk bij internetmodellen ziet, is dat het risico door de hele waardeketen wordt gedeeld. Ik hoorde jou net YouTube aanhalen. Kijk, YouTube is vooral een self-publishing platform. Het is niet zo, YouTube, voor zover ik weet in ieder geval, gaat niet actief die markt op en koopt content en gaat dat uitgeven. Maar wat ze misschien doen, maar daarvoor, dan moet je de contracten echt lezen, is dat ze garanties geven over wat ze denken te kunnen gaan verdienen. Maar in essentie blijft het een gedeeld risico. En dat is natuurlijk het verschil tussen de moderne uitgeefmodellen en de traditionele uitgeefmodellen, dat bij de moderne uitgeefmodellen het risico door iedereen wordt meegedragen. Mm-hmm. En natuurlijk kan je dan op een gegeven moment wel verwachtingen gaan wekken over wat je in realiteit kan verwachten. Maar over het algemeen worden die risico's door de hele keten gedragen. Ken jij in Nederland onafhankelijke succesvolle videomakers die ervan kunnen leven? Kan dat in Nederland? Onafhankelijk. Dus geen initiatief van Sanoma. Wat ik een goed voorbeeld vind, maar je komt altijd in hybride concepten terecht, is eens even kijken. Wat mijn interessegebied is eten, zoals je weet, daar heb je een site, Food Inspiration Magazine. En dat is een soort hybride site met veel video erin.
En mijn indruk is dat dat uitstekend zijn eigen broek kan ophouden. Maar dat is dus een hybride model met ook veel advertorials erin, met sponsors erin. En het is ten dele geschreven, ten dele motion graphics en af en toe video. En ik heb het idee dat dat de soort modellen zijn die gaan werken. En verder, wat natuurlijk ook gewoon goed werkt, zijn de activiteiten zoals bijvoorbeeld Heineken die onderneemt. Ik bedoel, daar is Heineken feitelijk die tuigt volledige televisieproducties op en biedt die vervolgens aan op internet. En daar zijn ook mensen die daar goed van leven. Alleen het is geen uitgeefmodel. Nee. Hey, we hebben het over video. Is er voor audio nog een rol? Wat interessant is dat op dit moment, en dat is een overgangsfase denk ik, is dat audio op dit moment bij televisiecommercials steeds belangrijker wordt. He, er wordt tegenwoordig gesproken over, hoe noemen ze dat laatst weer, audio branding. Want omdat mensen met steeds meer devices tegelijkertijd zitten te friemelen, wordt het steeds belangrijker dat je commercial ook herkenbaar is puur op zijn audio. Dus je ziet in audio, maar dan als onderdeel van video, zie je een stijgend belang. Ik denk dat de hele audio waardeketen, radio zeg maar, ja, dat is weer een hele aparte problematiek, waar dan natuurlijk vooral ontwikkelingen als Spotify en zo in naar voren komen. En dat is, nou ja, daar hebben jullie recent ook wat aandacht aan besteed. Daar zie je ook wel dat het model, dat ze op zoek zijn naar nieuwe modellen. En modellen die veelbelovend leken, dat misschien toch nog niet zo zijn. Nee, als je bijvoorbeeld kijkt, daar kun jij misschien meer over vertellen. Ik hou zelf heel erg van podcasts, maar dat lijkt me een typisch Amerikaans fenomeen. Omdat mensen daar volgens mij veel lang in de auto zitten. Ja. En dus ook dat soort programma's veel beluisteren. Kun je daar wat over zeggen? Is audio, is radio, online radio belangrijk? Ja, nou, online radio wordt ontzettend veel geconsumeerd. Dus de afgelopen 10 jaar heeft dat een enorme vlucht doorgemaakt, ja, natuurlijk. Dus mensen gaan op al die devices gaan ze radio zitten luisteren. Thuis zetten mensen de ouderwetse radio niet meer aan, maar die zetten een iPad op een dingetje. Die zeggen, die pakken zo'n radio-app en die starten gewoon hun radiozenders. Dat is echt heel populair geworden, absoluut. Ja, maar als je het afzet tegen wat mensen gewoon naar de radio luisteren, zal dat toch nog wel beperkt zijn, denk ik? Of niet? Volgens mij is het, ik had 25%. Ja, 25%? Veel. Oh ja, okay. ik hoor 15 is het getal wat bij mij in het hoofd zit. Ja. Nou, maar het interessante is, het zou best kunnen zijn dat op radio wat dat betreft het toekomstige model voor televisie-advertising ook gaat ontwikkelen. Wat het mooie van die digitale signalen is natuurlijk wel dat het individueel uitserveren je ook in staat stelt om individueel advertising uit te serveren. En dat betekent dat je veel meer kan gaan targeten en dat je veel minder advertentiedruk nodig hebt om hetzelfde effectieve bereik te realiseren. En ik denk dat dat veelbelovend is en het zou heel goed kunnen zijn dat in radio, dat ze daarmee gaan pionieren. In combinatie met trends als real-time bidding en behavioral targeting. Maar nu gooi ik wel meteen heel veel termen op tafel. Ja, leg het nog eventjes. Maar, nou, wat de verschuiving die je de afgelopen jaren op online hebt gezien, is dat daar feitelijk advertentieruimte in real-time ad exchanges worden gegooid, waar aanbieders en vragers elkaar kunnen vinden in een auction, een veilingsmodel. Dus wie het meeste op dat moment voor die plek biedt? Ja. Precies, die krijgt hem. En je ziet dat neemt hele grote vlucht. Ook bij grote uitgevers komt soms wel 30% of 40% van de omzet binnen via dat soort platformen. En ik verwacht dat soort platformen er ook in Radioland gaan komen. Nou, wat wij nog wel interessant vinden is dat omdat zo'n groot deel van de radioluisteraars via internet luistert, negeren eigenlijk die radiozenders al de cijfers van de ESCO en dat soort dingen. Die zeggen, ja, dat zit geen waarde meer in. Maar als zij merken dat mensen stoppen met luisteren, dan passen ze op dat moment de programmering aan. Zover gaan ze al. Dus die zijn real-time aan het monitoren. Ja. Hoe wordt online geluisterd? Want dan zal het andere publiek ook op die manier luisteren. Dan zullen mensen wegzeppen. Dan gaan ze andere radio. Ze krijgen betere informatie digitaal. Ja, kunnen ze wel meten. Per individu kun je precies horen wat er gebeurt. En dat is gewoon het mooie. En vooral Sky is wat dat betreft natuurlijk de koning van het optimaliseren van het format. En ik weet inderdaad dat die dat ook gebruiken. Ja, maar die belofte van individualisering, die is er al heel lang. Maar zeker, ik hoor ook vaak dat juist adverteerders, of de grote adverteerders, er zelf eigenlijk niet klaar voor zijn. Nee. Ja, maar dat zie je dus verschuiven door bijvoorbeeld die ad exchanges en die behavioral targeting. Want daarmee wordt het ineens weer mogelijk om die enorme fragmentatie, om die weer samen te harken tot behapbare doelgroepen. Dus daar zijn ineens al die advertentietjes die op kleine sites links en rechts staan, die zijn in één keer weer
real-time als een doelgroep aan te kopen. En weer in die grote brokken die adverteerders graag hebben. Dus dat is ook wat het succes is van deze beweging. Ja. Hey, jij hebt het deel van de uitzending voordat je aan tafel zat meegeluisterd. Mm-hmm. Een van de problemen die Stef schetste was natuurlijk, we gebruiken met z'n allen massaal. Video kijken we veel. 72 uur per minuut komt er bij YouTube bij. Ik vind dat een fascinerend aantal. Dat er iedere minuut 3 dagen aan video bij komt. Ja, je kan het nooit bijhouden. Je kan het nooit bijhouden. Het probleem is, jij zegt adverteren is een van de mogelijkheden. Maar het lijkt zo te zijn dat nog steeds online die stromen tegenvallen vergeleken met de oude kanalen. Wie gaat ervoor betalen? Is dat de gebruiker? Zit het op een andere plek? Hoe kijk jij daar tegenaan? De sector gaat krimpen. Mediaproductie als professionele activiteit gaat minder belangrijk worden. Mediaproductie gaat een nevenactiviteit worden, zoals dat hier voor jullie ook feitelijk is. Hè? Je doet dit en daar doe je andere dingen naast. Dus ik denk dat in belangrijke mate die mediasector feitelijk, de professionele mediasector gaat krimpen. En er steeds meer mensen komen die media als nevenactiviteit of als hobby gaan produceren. Dus in zijn geheel gaat die sector gewoon in elkaar schuiven. Ja. En wat, dan kom jij met dat verhaal bij al die mediabedrijven die adviseert. Ja. En wat raad je ze dan aan? Nou, wat ik ze dan aanraad, kijk, wat er gebeurt, is dat er enerzijds schuift die sector in elkaar, neemt de omvang af. Tegelijkertijd worden de marktleiders, die worden heel groot en bijna onneembaar. Dat gaat om partijen als Marktplaats, vind ik daar altijd een goed voorbeeld van. En als je dus maar snel genoeg en agressief genoeg bent in het introduceren van zo'n disruptief model, dan kan je er heel goed uitspringen. Alleen dan moet je wel bereid zijn om in eerste instantie ook je eigen handel te kannibaliseren. En dat is waar het grote dilemma zit bij veel mediabedrijven. Die durven dat niet aan. Die durven niet hun handel van komend jaar stuk te maken ten faveur, of tenminste in ieder geval te doen krimpen, ten faveur van het marktleiderschap over 3 jaar. Ja. Hey, de belofte die het internet in zich heeft en in zich had, is juist dat 1000 bloeien bloemen ze. Dus veel dingen naast elkaar kunnen ontstaan. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, uiteindelijk is het toch een wereld van winner takes all. Op platformniveau is er winner takes all. Tegelijkertijd is natuurlijk de content, de breedte van de content die je krijgt, die wordt steeds groter. Ook door amateurs die dingen aanbieden. Als je kijkt naar dingen als Girls Walker, Tokyo Girls. Feitelijk een succesvolle video, mobile video applicatie, waarin meisjes op straat in Japan in hun kleren worden gefotografeerd. En vervolgens komt daarbij te staan wat het is en dan kan je dat bestellen. Zie je dat er hele slimme nieuwe niches ontstaan. Dus ik denk dat het aanbod explodeert. En ik denk ook dat er daardoor, laat ik zeggen, onverwachte internationale hits kwamen die we vroeger nooit hadden. Wie had ooit, weet je, iets als Gangnam Style? Maar dat kan alleen door YouTube zo snel en zo groot worden. Ja. 560 miljoen views gisteren, zag ik. Dat is toch onwaarschijnlijk. Ja. Dus duizenden bloemen bloeien, over de hele wereld. Ja. Hey, maar je moet, hè, dus het is, je zou kunnen zeggen, alles gaat sneller door het internet. De successen zijn steeds onvoorspelbaarder. Mm-hmm. Dus mediabedrijven moeten veel dingen proberen in de hoop dat er daar iets van blijft. En moeten het risico vooral afwentelen. En moeten het risico delen met de makers. En moeten ervoor zorgen dat ze gaan cureren. Dat ze zorgvuldig en efficiënte selectie doen. Dingen bij elkaar zetten. En daar hun toegevoegde waarde uithalen. En niet meer denken, ik koop iets in en ik zet het bij elkaar. En vervolgens duw ik het zoveel mogelijk mensen door de strot. Kost wel een generatie, denk ik, voordat ze zover zijn. Omdat die bedrijven zitten zo in die structuren vast. Nou ja, en de aandeelhouders, kijk, het zijn natuurlijk ook de aandeelhouders en het zijn ook de werknemers die er zitten. Weet je, als je kijkt wat natuurlijk op de gemiddelde vloer bij een krant rondloopt, dat is 50 plus allemaal. Ja, daar is dit een buitengewoon lastige slag voor om te maken. En dat is natuurlijk ook wat de ruimte biedt voor nieuwe toetreders. En dus ook voor nieuwe toetreders die ontstaan vanuit traditionele spelers. Want nu.nl is natuurlijk gewoon eigendom van Sanoma, is gewoon een groot uitgeefconcern. Dus het kan wel. Ja. Hey, Stef, als jij kijkt dan zeg maar naar die online video en audio business, zijn dat bij jou voornamelijk bestaande partijen die hun normale kracht ook proberen online te benutten? Of zijn het voornamelijk nieuwe spelers waar jij voor werkt? Voor de crisis waren het heel veel nieuwe start-ups. Die zeiden, wij gaan die markt disruptive aanpakken. Want daar hebben we zin in en we hebben een investeerder achter zitten. Nou, die investeerders zeggen nu allemaal van laat maar. Dat is wel heel anders, want ik was in San Francisco voor een paar weken. Daar is het heel anders. Daar zeggen ze, we gaan wel. Ja. Want de enige manier is disruptive. En een paar jaar gewoon de handen in de zak laten steken, dat werkt niet. Dan is het afgelopen.
Maar op dit moment zijn het meer de bestaande partijen die zeggen, nou, laten we het toch eens wat proberen. Laten we toch eens kijken of we online wat gaan doen. Of als het maar om wat te leren, hoe het gaat. En om gewoon positie te pakken. Van als we nu niet online gaan met onze activiteiten en we doen het pas over 2 jaar, dan lopen we sowieso achter. En dan komt er een Netflix of een Google onze markt op. En dan zijn we weggevaagd. Ja, wij zien ook bij grote spelers op dit moment meer interesse voor disruptieve modellen. Ja. En dat doen ze dan vaak wel apart gezet. Ja. Dat moet je dus niet in je bestaande structuur, ja, maar apart disruptief model. Eigenlijk bijna start-up-achtig gefinancierd, ja, maar wel met een strategische exit. Dat is waar op dit moment voor ons ook heel veel werk in zit. Ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Een klein uurtje praten over online video, de toekomst van televisie, de toekomst van het kijken en waar is het geld te verdienen. Dank voor het kijken. Dank aan Streamzilla die het programma mogelijk maakte. En natuurlijk dank aan Stef van der Ziel, William Valkenburg en Jeroen Doucet die gasten waren. Binnenkort zijn we terug met Vision.